Ja, dat is best een ingewikkelde vraag. Vermeer groeit vanaf de 19e eeuw echt uit tot een icoon. En iconen zijn er niet zoveel. Je hebt bijvoorbeeld Rembrandt, of Frans Hals, Van Gogh. Die zijn zo groot, ja, daar staat iedereen bij in de schaduw. En de schaduw van Johannes Vermeer, de schaduw die hij laat vallen, zeg maar, over alle andere Delftse meesters, is enorm groot. En in de schaduw groeit niets, zo zeg ik het maar even eenvoudig. En dat is ook precies de reden waarom wij nu Pieter de Hoog een keer voor het voetlicht willen brengen. Want Pieter de Hoog is ook een fantastisch meester. Vermeer en Pieter de Hoog hebben ook enorm naar elkaars werk gekeken. Ze waren tijdgenoten en in de tijd dat Pieter de Hoog dit schilderij maakte, werkte Vermeer hier ook in Delft. Pieter de Hoog is fantastisch met het schilderen van dit soort muurtjes. Dat zie je in een aantal van zijn binnenplaatsjes terug. We zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat Johannes Vermeer voor zijn straatje heeft gekeken naar dit soort muren van Pieter de Hoog. Dus Vermeer is er maar één. Vermeer is het allergrootste, is een fantastisch meester. Maar onze ambitie met deze tentoonstelling is juist ook om Pieter de Hoog, ook een fantastisch meester uit Delft, nu eens een keer in het licht te zetten.